En Ajax gaat ook aftrappen. Daar staan Cruijff en Muren. Nummer 2 is Marchetti, de Italiaan. Nummer 7 zag u daar. De 7, dat is Causio en hier is de aftrap. Wat later dan beloofd was, wat later dan 8:30. Krol. Erbieten gaan kruipen. De paas was bedoeld voor Hulshof, maar pakt de meters verkeerd uit. Altafini. Salvadore. Capello. Bettega. En een ingooi. Geen ingooi, een vrij schop meteen. Daar is die vrij schop. Twee Ajax zien er tegelijk bij. Een Hulshof die wegkopte, overgenomen. Keizer. Haan. Gerry Muren terug naar Neeskens. Johan Neeskens. Blankenvoortje. Keizer. Zeer voorzichtig gemanoeuvreerd. Blankenvoortje. Goed gedaan. Muren. Maar twee tackles beletten hem om tot een voorzet te komen. Dit zijn de zeer nerveuze openingsminuten terwijl Marchetti voor Juventus ingooit. Opnieuw Marchetti. Weggekopt Krol. En dan is er geduwd vrij schop Ajax. Cruijff. Bal moet worden overgenomen. Opnieuw Cruijff. Langs de man. Langs de tweede man. Zal nu gaan trekken met de linkervoet. Daar is die bal. Die terugkwam van de paal. Een bal die voorlangs zou zijn gegaan vermoedelijk. Surbier. Haan. Dit is Dino Tsov, 31-jarige ex-Napels doelman. Keeper ook van het nationale Italiaanse elftal. Ajax opnieuw weg, op rechts. Haan, schot van Haan, corner. Er worden al gaten getrokken, hier Arie Haan in uw beeld. En daar is de corner met de linkervoet genomen. Marchetti. Naar Causio. Opnieuw Causio. En een mislukt hakje. Blankenboertje. Neeskens. Op links is Gerry Muren. Op links is ook Blankenboer. Neeskens. Vrijwel stilstaand voetbal. Uitgaande van balbezit. Blankenboertje. En daar heeft de kopbal. En je zit er alleen op. 1-0. Van Johnny Rep. Een zeer verrassende manoeuvre en Ajax in de 5e minuut door Johnny Rep. Hier hebt u met de armen in de lucht, dan wordt hij gefeliciteerd. En hier krijgt u de zaak nogmaals te zien. De paas naar rechts, de
Italiaanse verdediger die slecht denkt. En Rep die kan inkoppen en die op diagonaal doet. De verste hoek op zoek. En hier heb je hem. Wel, hij was al een miljoen waard, heb ik in de krant gelezen. In ieder geval kan dit een goal zijn die zeer veel geld waard is. We zien het nogmaals. Men krijgt er ook hier niet genoeg van. Zocht die nergens op rekende. Die dacht dat zijn bek zou wegkoppen. Een bek die er helemaal niet aankwam doordat hij de situatie volstrekt foutief beoordeelde. Ajax door Johnny Rep al na 5 minuten op 1-0. Goeie aanval op links. Voorzet. Ook dit wordt herhaald, het wordt een avond van herhalingen geloof ik. Daar is de kopstoot. En ook dit was een knappe aanval. Voorzet was van Muren, de kopstoot van Keizer. En weer Ajax, daar duikt Deeskens in het gat. Afgegeven, over de voeten van Arie Haan, maar dat klopt ook niet. Wel gefluit, maar niet van de scheidsrechter, omdat deze man, Anastasi, was gestopt. Toch ook bij Ajax nog een paar slordigheden. Hier heb je de Ajax bank met Leo Horn, Bobby Harms en vijf ook de Stefan Kovac. Altafini. De Braziliaan en de veteraan. Terug naar Torino. En nou, dat was ook niet makkelijk. Hulshoff kopte. Terug naar Stuy. En dat had slechter kunnen aflopen. Verre trap van Stuy wordt daar compleet gemist, Keizer, maar er is gefloten. Terugspelen mag. Blankenboertje. Voorzichtig geschoven naar Ruud Krol. Johan Cruijff, Krol gaat, maar verspeelt de bal. Salvadori. Causio, over Altafini heen. Cruijff. Arie Haan. Opnieuw Cruijff. Heel goed paasje, heel slim en volkomen in het gat gespeeld naar Krol. Daar is de voorzet. En nu. Is het gewoon. Nee, geen doelschop, maar een vrije schop voor Juventus. We hebben een minuut of 8-9 achter de rug. Ajax staat op 1-0. Die pechvogels onder u die de goal hebben gemist, zijn bij deze meegedeeld dat het een doelpunt van Johnny Rep was in de 5e minuut. Prachtig tackle, Blankenboertje. In de gooi was dat van Capello, maar de bal is alweer verspeeld. Cruijff. Haan, schot van Haan. Over. Goede voorbereidende werk was ook deze man, Blankenboertje, bij betrokken.
Zo te zien heeft de... Dit is, u had u Altafini over in zijn beeld. Zo te zien heeft de defensie van Juventus zeer veel moeite met het steeds uit de tweede lijn opkomende Ayacide. Maar dit is toch Altafini. Paas bedoeld voor Anastasi. En Hulshoff opent dan de Royaal. Marchetti, Sof. Want die kopte Anastasi. Stuy met Altafini bij zich. Paasje komt toch nog bij Muren, maar is intussen oud. En daar Blankenburg, even uit de derde lijn opgekomen. Wat dacht u daarvan? Is dat modern voetbal? En opnieuw Rem die komt. Weer naar Muren. En Neeskens kan er net niet bij. Cruijff wel. Kopt, gekopt door Neeskens, weggewerkt. Salvatore. En nog steeds geen duidelijke Italiaanse tegenstoten. Na 12 minuten voetbal. Ajax beheerst de affaire op dit moment. Krol. Hulshoff. Aangespeeld daar Cruijff. En opgekomen daar Zuurbier. Hartman. Goed. Schot van Willem Zuurbier. Slecht weggewerkt door de Italianen die helemaal verstreekt zijn. Weer een draaiende voorzet van Gerry Muren. En een kans voor Arie Haan. Die intussen gemist is. Meestal in de tweede. Goede paas is meest strooiend.
Krol. Buren. Krol, er zou zelfs geschoten kunnen worden en dat doet hij ook. Moeilijk genoeg. Ruud Krol. En de bank van de Italianen. Juventus. Gespeeld een kwartier. Ajax voorsprong 1-0, onbetwist. Altafini. Hulshof. Daar was Cruijff, maar daar was ook Salvatore. Bereikt, maar die wordt fel aangevallen door Krol. Te fel, vrij schop. Anastasie, goed voorgetrokken, maar even goed onderschept. En daar op links, Arie Haan. Voortdurend zijn de gaten en voortdurend Ayerside die erin duikt. Hulshof gaat door. Kwijt aan Longobuco. En Rep die zijn verdedigende taak er even verwaarloosd. Longobuco kan voorlopig doorgaan. Altafini, Capello. Maar wie is er in het centrum? Niet veel. Wel Blankenboei. Uitstekend gedaan van Neeskens, aangespeeld. Keizer. Cruijff is ten onder gegaan in de slag. Causio. Altafini. Bettega. Op links, Keizer helemaal vrij. Wil buitenop. En loopt tegen een obstructie gevallen. Achttiende, negentiende minuut. Vrijschop Gerry Muren. Wegdraaiende bal. Dan ook gemist door Longobuco. Neeskens trekt hem erin. Cruijff de lucht in. Zaf. Causio. Capello. Lop in de richting van Altafini. Andere oplossingen zien de Italianen voorlopig nog niet blijkbaar. Keizer. Langs één man. Veel langs de tweede, dat lukt niet. En krijgt dan wegens obstructie opnieuw een vrij schot mee. Piet Keizer. Neeskens.
Neskens. De bank van de Italianen, de man die ging staan, de Tsjechische trainer, Vik Palek. Cup. Twee goals tegen Twente, bliksemsnel gescoord. Maar voorlopig is het toch Ajax dat de zaak uitstekend onder controle heeft. Met Neeskens hier aan de bal. Hulshoff die gepakt wordt. Bij de enkel. Blankenburg. Van de Italianen. En Causio die hem niet binnenhoudt. Duidelijk is ook zichtbaar de tactiek van Ajax. Cruijff hier aan de bal die steeds vanuit de tweede lijn komt. Gerry Muren op links en hier een schot. Neeskens, waar het zocht nog alle moeite mee had. Johan Neeskens, wat wordt er veel geschoten. En bijzonder gevarieerd aangevallen. Blankenburg. Causio. Furino. Hij probeert de Bentega weg te sturen, maar het maatgevoel is zoek. Vrij schop voor de Italiaan. Torino. Balbezit Krol. Krol. Salvadoren tegenover hem. Maar dan mislukt de paas richting Keizer. En hier zitten de Italianen vooral. De zwart-witte petjes. Die zich afvragen wanneer een ploeg nou eens terug kan slaan. Gerry Muren. Overtreding van Muren. Vrij schop Morini, de blonde Italiaan. Weer Hulshoff. Muren. Blankenburg. En op rechts wil Zuurbeer gaan en kijk eens wat een ruimte die heeft. Cruijff. Schuift het daar naar Krol. Schot van Krol. Nu gaan de Italianen er toch weer een beetje in geloven. Inderdaad. Er komt wat meer spel in. Bettega. Furino.
terug naar Bettega en daar is het schot. Niet weg. Stuit, klep vast. Het was angstig stil geworden op de tribunes. Maar nu gaan de 40.000 Italianen zich weer roeren. Geen bezwaar overigens. Harry Haan aan de bal. Zuurbier. Probeert een lop. Wordt uitstekend omgehaald en corner getikt. Uitstekend omgehaald daar. Door Arie Haan. Een schreeuwende sof bij de verste paal. Corner van Cruijff. Hij wilde hem zo geven dat hij kon worden doorgekopt, maar dat lukte niet. Altafini. Tegen Cruijff op. Salvadore naar Capello. Goed werk. Erg goed werk. Maar niet goed afgespeeld. Keizer gooit in op rechts. Even te illustreren hoe er bij Ajax voortdurend van plaats verwisseld wordt. Op links is nu Cruijff. Zuurbier is mee in de aanval. Krol op links aangespeeld. Hij wil naar binnen. Paasje van Cruijff nu naar Muren, maar dat is te hard. Speelt 27 minuten, scoren 1-0 voor Ajax, Johnny Rep. Cruijff, maar er is gefloten, te hoog getrapt door Gerry Muren. Causio. Van Capello. Dit is Marchetti. Prachtige ingreep van Muren, die probeert Cruijff aan te spelen. Daar wordt Cruijff getroffen, dat is een vorm van natrappen. Nadat hij overigens zelf een overtreding had begaan. Cruijff en Causio, Cruijff verontwaardigd over het natrappen en terecht. En excuses aangeboden door Morini. Muren. Er is wat geduwd daar in de muur, in het ploegen. Vrij schop voor Juve, oftewel Juventus. 15 keer kampioen van Italië. Maar tot nu toe in deze finale zeker niet indrukwekkend. Causio. Dan weer helemaal terug naar Salvadore. 33-jarige stopper, laatste man. Dat is Bettega, de nummer 11. De man die een half jaar wegens TBC is uitgeschakeld geweest. Vrij schop van Capello. Doorgespeeld Altafini. Maar
In de kopduels zijn de Italianen voorlopig ook de mindere. Blanke boeg, maar dat was de stand van die deed. Het was foutief gespeeld. En dan had hij nog indirect had het nog een goal kunnen zijn ook. Even iets te achterloos opgenomen de zaak en meteen was er groot gevaar. Cruijff. Krol gaat mee. Speelt correct af naar Muren. Nu moet de voorzet komen. Daar is hij. En Keizer die hem niet goed raakte. Sof. Gekopt zuurbier. En een overtreding. Zij het zeker geen zware. Van Johnny Rep. Mourinho. Virtuoos, maar te veel hooi op de vork. Kwijt. Cruijff. Cruijff wordt gepakt. Ging langs de man. Werd gepakt. En zit alweer hoofdschuddend op het gras. Cruijff geblesseerd, hier ziet hij in de herhaling hoe dat toe ging. Beslist geen speler van de bal. Blankenburg. Krol. Altafini. Causio. Franco Causio. Goed afgespeeld aan Altafini. Opnieuw Causio. En daar is Neeskens. Een terechte vrije schop, dacht ik. Wie neemt hem? Marchetti. Kwijt. Ajax verdedigt goed. Gebruikt wel daar veel mankracht voor op het ogenblik. Haan. Zuurbier. Maar komt er steeds wel overwogen uit de defensie. Zoals nu. Zuurbier. Cruijff. Paasje daar, zeker. Causio. Mourinho. Altafini. Mourinho. En op links daar komt de schietkans bij Benteka en Altafini die erin gaat. Maar Stuy heeft gered. En Altafini is offside gegeven. Niettemin lijkt het toch alsof Ajax het iets te kalm opneemt. Je kon het zien aan die vorige aanval. Keizer raakt een bal kwijt en maakt dan op de plaats rust in plaats van mee terug te gaan. Schot van Cruijff. Longo Bucco. Serbia. Blankenburg. Lang wachten en dan nog slecht plaatsen, dat kun je niet maken. Causio. Altafini kopt. Anastasi kopt. Altafini gaat schieten. Niet hard. Niet hard. Toch was er even dreiging. Keizer. 35ste minuut eerste helft. Causio. Niet
Italianen zijn over een inzinking heen, zo te zien. Stuy moet eruit, goed gedaan. Altafini. Gauzio is langs Keizer. Scherpe voorzet. Wie komt er? Hulshof. Deze kunst wordt daar volledig onder de voet gelopen. Maar dan ook volledig. Maar intussen is Cruijff weg. Is alleen voor. En het schot, u zag het. De blonde man die u vaak bij Cruijff ziet is Morini, de nummer 5, zijn speciale bewaker. Zo. Hulshof. Serbië. Hulshof. Zuurbier, goed vrijgemaakt, dat is Hulshof. Harry Haan, een beetje achter de man geplaatst, geen bezwaar. Zuurbier, daar komt de lob. Voorlopig weggekopt Morini. Twee man voor bij de Italianen. Op het ogenblik beslist te weinig. Cruijff. Daar is Morini, hij kan schieten. En deed dat zeker niet slecht. Johan Cruijff. Altafini. Verliest het daar van Serbië. Oude Braziliaan, bijna 35 jaar, Altafini. En dit is Krol. Keizer. Werd daar grof aangevallen, jazeker, door Marchetti. De eerste 20 minuten waren zeer correct. Maar nu lijkt het wel alsof met name de Italianen de duimschroeven gaan aanzetten. Vrije trappen voor Ajax 9 en voor Juventus op het ogenblik ook 9. U ziet dat houdt elkaar aardig in evenwicht. Schot was van deze man, Harry Haan. Ajax schiet veel, maar nog niet zuiver genoeg. Maar hij heeft Serbië omlaag gedrukt. Morini komt weg, maar onvoldoende. Cruijff kan nog doorgaan. Dit is het gevaarlijk. Nee! Te zweren dat de Muren die bal in het doel liep. Kijkt u nog waar is daar die situatie. Slecht weggewerkt door Morini. Cruijff gaat voortreffelijk door en dan met de borst of de buik, althans iets in de omgeving van het middenrift, neemt Muren die bal mee en die bal gaat het zijnet in. Dat had 2-0 kunnen zijn, 5 minuten voor rust. Serbië. Haan, en wat zijn er gaten? Kijk eens.
werkelijk moderne dekking, daar zijn de Italianen, althans Juventus, op het ogenblik niet toe in staat. Schot Neeskens. Die volledig de mist in gingen. Haan. Longo Buco. En een blessure van Johnny Rep. Johnny Rep die daar gepakt werd. En nu wordt de Comedio dell'arte opgevoerd. Jongens, we konden er niks aan doen. En daar gaat Haantje, kon niet uitblijven. Een 65-plusser, maar nog opmerkelijk fit. Die Johnny Rep gaat behandelen. En daar is de vrijschop. Corner. Rep is weer terug intussen. Nog niet in uw beeld, maar wel in het veld. Daar is hij. Maar er is intussen gefloten. 2 à 3 minuten voor rust, voor overtreding van Piet Keizer. Zoff, Dino Zoff. Is gekopt zuurbier, weggewerkt Blankenburg, opgevangen Capello. Voorzet van Causio, ingekopt, slecht ingekopt. Dat is een serieuze kans. Dat is een serieuze kans. Verbazing, teleurstelling op de Italiaanse bank en in het veld voor deze gemiste kans van Furino. Dit is Capello. Voorzet is van Marchetti. Haan, Neeskens, Haan, nee dat is niet goed, maar een Italiaan die er zich volledig in verslikt. Schot, weer een mislukt schot van Neeskens. Goed in het veld, maar zeer slordig met schieten. Altafini die kopt, zijn sterke punt. En een overtreding van Gerry Muren. Morini. Causio. Is langs Cruijff. Had hem die terug moeten krijgen van Altafini, maar er zat Blankenburg tussen. Nu komt Ajax zeer snel als ploeg naar voren. Heel verrassend. Keurig uitgevoerd die manoeuvre. Alleen die voorzet, die had daar nog voor moeten komen van Johnny Rep. Dat lukt niet tegen Longo Buco. Bettega.
Ja, dat staat hij. Is gepakt, ja. Klopt, dus hier weer. Op slag van rust. Nog één scoringskans in deze eerste helft. Voor Juventus. Marchetti richting verste paal. Twee man de lucht in. Corner. Het is Gerijtse krachtvoetbal wat daar in de spits wordt gespeeld. Van Juventus. Derde corner. Ajax heeft er ook drie gehad. U zag Blankenburg bij de voorste paal. Stuyf bij de tweede. Daar is de corner. Weggekopt voornamelijk door Krol. Overgenomen nu door Neeskens. En dan valt er in de eerste helft althans niet meer te voetballen. De goedleidende scheidsrechter Gugulovic heeft het einde van... Het is dezelfde ploeg als in de eerste helft. Gaat Juventus aftrappen. Furino. Die even terugspeelde. Blankenburg die daar Zuurbier heeft aangespeeld. Zuurbier die op het ogenblik op links daar manoeuvreert. Blankenburg. Opnieuw naar Zuurbier. Dit is Keizer. Keizer die in de eerste helft niet een grote rol heeft gespeeld. Van de rep. Doelschop. Burino, dat zou gevaarlijk kunnen worden. Betega. En dat is duidelijk haken, dacht ik. Ja. Het handje is geschud. De overtreding van Causio is begaan. De fluit heeft geklonken. Stuyf. Keizer werd daar nogal in de rug gesprongen. Er is niet voor gefloten. Is het ingooi van Borini. Muren. Knap gedaan en geschoten. Gerry Muren. Scheidsrechter maakt hier een gebaar tegen Hulshof. Waarschijnlijk is er iets geroepen. Haalt nu Altafini erbij. Nog buiten uw beeld.
Oh, hij wil niet. Merkwaardig, hij wil niet dat men met afgezakte kousen speelt. Maar Altafini doet zijn leven niet anders. Hultsov heeft de zijne nu in ieder geval opgehaald. Merkwaardig, ik heb nooit geweten dat de scheidsrechter dat verbieden kon. Zit er in deze tweede helft nog niet in het spel. Dit is dan Altafini. Capello. Schot stuit af. Oeh, dat is neerleggen. Ja, dat is duidelijk neerleggen. Johnny Rep. Toch nog geen verdediger bij uitstek. Vrijschop Causio. Dat moet Verstuij zijn. Suurbier is weer naar rechts getrokken en nu was er op links vrije ruimte voor Blankenboei. Muren. Hultshof. Hultshof nadrukkelijk mee naar voren. Neeskens nu. Maar ook hij wil een mannetje te veel nemen, lijkt het wel. Maar ook de Italianen kunnen er nog geen lijn in brengen. Blankenburg. Suurbier, Blankenburg. Cruijff. Hultshof, Cruijff. Wilde alleen doorgaan. Furino. Causio. Bettega op links. Bettega. Opnieuw Bettega en die strandt daar op goal. En er was zeker geen reden voor een vrije schop. Die is er dan ook niet gekomen. Torino. En dat was een hele harde tackle van Blankenboei. Causio. Langs twee man. En dan uitstekend onderschept daar. Arie Haan. Arie Haan wil Cruijff wegsturen. Cruijff met zijn evige bewaker Morini. En dan is de hele Ajax-ploeg naar voren. En zie je een man of vier van Juve opzij lopen. Muren. En ineens vier man voor. Weggekopt Morini. Omgehaald Haan. Opnieuw Haan. Krol gooit. Wil gaan, maar de bal gaat naar Rep en die zet achter. Johnny Rep, blijkbaar ook gehinderd door iets wat op een blessure lijkt, aan zijn rechtervoet.
samen met Lonko Buko buiten de zijlijn. Vrij schop voor de Italianen. Capello. Oh, een groot misverstand met Lonko Buko. Uitstekend. Gerry Muren. Dit is Neeskens. Muren. Cruijff. Wat een onzekerheden. Of dat nou allemaal zenuwen zijn, het is merkwaardig. Dat is beter voor de Italianen. Altafini kiest al positie bij de goal samen met Bettega. En dan wordt ook daar Anastasi opgevangen. Inderdaad, uitgesproken ruw. Anastasi. Daar is de vrije schop. Slecht genomen overigens. En teruggespeeld op Stuin. Salvatore, de 33-jarige... stopper. Lang geblesseerd geweest, op tijd weer fit en een paas naar Altafini. Altafini is intussen tegen de grond gewerkt op Krol. Krol die zeer hard doorging en zeer goed ook doorging en nu Rep heeft aangespeeld. Johnny Rep, het moet niet te lang duren. Maar hij krijgt ja, een vrij schop tegen en ik dacht terecht. Afwachten. De Italianen willen agressief worden. Ze zien nog niet helemaal kans. Dat was een redding van Blankenburg. Misverstand. Het Cruijff. Cruijff-Keizer. En dat was buitenspel. Ik vind het een zeer merkwaardige wedstrijd, moet ik zeggen. Vooral in deze tweede helft. Het is het spel van deze twee tegenstanders, dat klikt helemaal niet in elkaar. Waardoor je eigenlijk een wonderlijke krachtmeting krijgt. Maar nu worden de Italianen toch wel gevaarlijker. Appel voor Hens. En ze krijgen een vrij schop. Tweede helft, nu al de zesde vrije schop voor Juventus en pas één voor Ajax. Hetgeen toch wel betekent dat Ajax enigszins aan de noodremmen heeft getrokken. Weggekopt Zuurbier. En dat is weer buitenspel. Feilloos hoe Ajax die val hanteert. Vrijschop Zuurbier. Er werd even geleund, vrienden. Maar de scheidsrechter gebaard. Vrolijk doorgaan. En daar wordt vastgehouden. Cruijff werd daar duidelijk vastgehouden. Door Morini.
Hij krijgt zijn vrije schop niet. Wel een ingooi. En Neeskens was daar niet ver van het doelpunt af. Eerste, min of meer serieuze kans voor Ajax in het eerste kwartier van de tweede helft. Een kwartier dat nu vrijwel om is. Hulshoff werd daar grof aangevallen. Is intussen weer op de been. En een nieuwe man. Oh, dat is Haller. Helmut Haller. Die loopt zich warm. U had hem heel even in uw beeld. Op de tartanbaan naast het veld loopt Helmut Haller zich warm. Het offensief, want daar mogen we nu van spreken, van Juventus gaat door. Altafini moet de lucht in. Krol heeft weggekopt. Opnieuw Krol. Keizer. Niet veel aan de bal tot nu toe. Overgenomen Krol. Op links staat Muren. Waarom wordt hij niet aangespeeld? Waarom duurt dat zo lang? Cruijff. Alles staat nu heel stil. Als ook nog slecht. Dat is Haller. Dat is een kop. Maar gelukkig was Blankenboer daarbij en dit keer succesvol. Het is merkwaardig wat dat nou, of dat nou een gebrek aan concentratie is bij Ajax. Je kunt toch niet aannemen dat een ploeg die pas op 1-0 staat, nu al zo volledig overtuigd is dat er niks meer aan de hand is. Dat is het schot, maar het is... We zullen er niet over naar huis schrijven. Blankenboer. Ook dat was niet af. Dat paasje was van Zuurbier. Daar krijgt Anastasie een kans. Geheel onnodig. Overtreding tegen Peteka. Door deze kans. Maar dat wordt doorgespeeld. Het meer nog dan Ajax zijn de klus wel kwijt. Intussen staat Haller. Staat hier aan de zijlijn. Mag er nog niet in. Daar is hij. De Helmut. Bijna 34 jaar. Over een week is hij het. Hij zou teruggaan naar Augsburg in Duitsland waar hij vandaan komt. Maar hij staat nog onder contract bij Juventus. Heeft aan 2 wereldkampioenschappen deelgenomen voor West-Duitsland. En hij is ingevallen voor Peteka. Hulshoff. Schot Hulshoff.
non draghi Gavotti, con Juventus, je izvršena izmena igrača, ušao je Haller sa brojem 15, umjesto Petega sa brojem 11. Haller is voorlopig naar de linkervleugel gegaan, zo te zien. In feite is hij meer een verbindingsspeler dan een spitsspeler. Hij staat nu in de spits. Zuurbier heeft Anastasi wel een duwtje gegeven, maar wordt niet bestraft. Blankenboy. Brengt hem bij Rep. In de eerste helft gevaarlijk, in de tweede helft nog niet. Blankenboeg. Paas in de diepte voor Altafini. Altafini! Snel met schieten. Kreeg van Krol ook de kans. Gelukkig voor Ajax, geen gevaarlijk schot. Neeskens. In wandeltempo naar voren. Opnieuw Neeskens. Blankenboei. Alleen Hulshoff is achter. Met Altafini. Ja, zo kan het ook. Terug naar Neeskens. En daar kwam Kool dan te laat. Maar niet te laat om in te gooien. Hulshoff. Keizer bestraft op duwen. Forino, naar Haller, daar is dan Haller. Veel adem heeft hij niet, maar de klasse is er natuurlijk nog wel. Maar Forino gaat alvast onderuit, zonder iets met de bal gedaan te hebben. Cruijff. Maar de rest van de ploeg blijft hangen. En Cruijff wordt gepakt door Forino. En krijgt de gele kaart. Forino een gele kaart. U ziet het hier nog eens. Solo van Cruijff. Kijk eens hoe dat been gestrekt wordt. Terwijl de bal al 2 meter verder is. Ja, wat kun je anders doen dan daar een gele kaart voor geven. Rep. Haller. Hij kan geen hele wedstrijd meer spelen, maar een halve dat zou misschien nog gaan. En nu wordt er gestopt door een blessure van een Ajax-speler. Ik meen Neeskens. Ja, Neeskens. Blessure aan het linkerbeen. En ik zie Arnold Muren op de tartanbaan al warm lopen. Zodat men dus kennelijk rekening houdt met de mogelijkheid dat Neeskens eruit gaat. Longo Bucco zet ervoor. Blankenboeg kopt de weg. Keizer kan counteren. Haan is meegegaan.
Ajax blijft weigeren om tempo te maken. Wat jammer is voor het kijkspel. Cruijff. Rep. Nu dan misschien, nee, hij kwam net iets te kort. Arie Haan kwam net iets te kort om die voorzet van Rep in te komen. En daar gaat Arie Haan weer door het misverstand en hij krijgt een vrije kans. Schiet. Rep misschien. Nee. Goed werk van Arie Haan in eerste instantie. U ziet het hier nogmaals. Een misverstand bij de Italianen en Haan kon gaan. Het Sof moest eruit komen en dan helemaal zich trekken. Zo ook hier naar die bal van Rep, die gelukkig voor hem naast ging. Wel, dat was dan eindelijk weer eens een beetje sensatie. En het was in de 25e minuut van de tweede helft. Nadat de voorafgaande 24 minuten mei althans veel te kalmpjes waren verlopen. De Italianen trekken zich nu weer terug. Keizer. Weggewerkt Longo Bucco. Dat moet buiten spel zijn. Ja. Arie Haan was buiten spel. Maar dat is toch frappant dat de Italianen geen kans zien om een beetje verband in de ploeg te leggen. Een eenvoudig aanspeelballetje van een verdediger dat meters uitgaat. En dit is Neeskens. Toch weer opgekrabbeld, maar kennelijk nog niet helemaal happy. Zuurbier. Cruijff. Weer uit de tweede lijn opkomen. Maar dan wel zich verstrikken. In fases die niet helemaal zuiver zijn. Hij herstelt zich. Zeker niet aan tegen Hulshof. Ajax krijgt een vrije schot. Het is een scheidsrechter die nu in plotseling op alle i's tegelijk puntjes gaat zetten. Muren. Terwijl Furino nog even de wacht betrekt bij die bal. Gerry Muren. Ook hij is als schutter vandaag niet zo geweldig op dreef. En hier komt weer een nieuwe Italiaan. Volgens mijn inlichtingen is dat Savoldi. Hij is nog niet in het veld, maar maakt aanstalten. Wil er nu in. Daar is hij. Savoldi. Nee, het is Cucurella volgens deze opgave. Juventus is Ismena. Ussao je Cucurella,
Causio eruit en Cucurredo erin. Cucurredo, Sabran zit eruit. Isasauje, Causio, Sabran, Osam. Weggekopt die niet ongevaarlijke voorzet door Kool. Keizer speelt weer de bal. Gaf een tikje na. Jammer dat Ajax na dat werkelijk glorieuze begin de zaken zo is op gaan vatten. Waardoor deze finale niet kan tippen aan die van Ajax tegen Inter. Appel voor corner. En inderdaad, daar wordt een hoekschop gegeven. En dat is merkwaardig genoeg Juventus eerste corner. In de tweede helft dan. Voor de rust was de verhouding 3-3. Corner van Helmut Haller. Overgekopt. Altafini. Daar is hij. De Buffel is zijn bijnaam, of de Bison. Maar zo verschrikkelijk lopen getankt heeft hij vanavond eigenlijk niet. Stuy. Keizer. Haan. Vergeefs een poging om Cruijff aan te spelen. Muren. Voortreffelijke voorzet van Muren. Maar nu komt Rapper niet bij en er is gefloten wegens duwen. Paas van Marchetti. Maar wat een slechte opbouw bij de Italianen. Het is voor een Europacup finalist ver beneden de maat. Bal gaat geen enkele keer feilloos. Van de achterste naar de voorste linie. Altijd haperingen, altijd onzuiverheden. Nu weer oud. We zijn in het laatste kwartier. Ajax staat nog steeds op 1-0. Zuurbier. Borino. En Cruijff, zeer fraai gedaan. Defensief waarachtig beter dan offensief op het ogenblik. Voorzet Muren. Keizer. Opgevangen Cruijff, maar niet onder controle. Haller. Altafini. Het is een directe combinatie, niet slecht. Maar daar is Hulshoff. En die wint het. Keurig verdedigd door Hulshoff. Johnny Rep. Tempo nu toch eens Ajax. Weeskens, nee. Hij weet het niet. Richting Keizer. Salvatore. Capello. Alla komt er niet aan tegen Blankenburg, Salvatore, Capello, Marchetti. Het zijn zeer doorzichtige eentweetjes. Uit in een vrije schop met nog een minuut of 11 te spelen en een verschot naast van Marchetti.
man opkomen, nooit een verdediger bijvoorbeeld. De echte ouderwetse voorhoedespelers moeten het doen. Haller, dat is goed gedaan, maar weer niet bereikt die bal. Ziet u de gebaren van de Ajax-bank? Naar voren, aansluiten. Nou, daar penetreert dan Schürrle. Hulshoff. Wil een 1-2'tje met Cruijff. Keizer. Neeskens. Terug door maar naar Krol. Daar gaat Cruijff. Nu is hij op snelheid. Ja, en nu wordt hij gevloeid. Buiten het strafschopgebied. En hij krijgt hier de vrije schot mee. Ongelooflijk, zegt hij. Daar heeft hij gelijk in. Muren. Keizer. Keizer krijgt die bal cadeau. Wat doet hij nu? Hard voor richting Cruijff, maar die stond afgeschermd. Oh, het uitverdedigen van de Italianen. Meteen die bal weer verspeeld. Het is werkelijk een dieptepunt. Neeskens. Oh, die wordt nog even genomen nadat de bal al weg is. Neeskens werd daar heel lelijk genomen. Cruijff, dat was even flitsen. Haan. Haller botst tegen hem op. En nu schijnt er toch weer een beetje furie in de strijd te komen. Altafini maakt de grote cirkelbeweging. Is nu op snelheid en struikelt toch op Schürrle. En dit is Krol. Toch nog een kans. Anastasi, nee. Moet hem voor het rechterbeen hebben, krijgt de kans niet. Keizer. Hulshoff. Nog een minuut of acht. Italianen hoor je haast niet meer, maar Ajax, Ajax, dat is de strijd kreeg hij nu van de tribunetafel. Schürrle. Had het bijna teruggekregen van Haan. Maar Morini greep in. Altafini. Anastasi. Net zo makkelijk kwijt of het geen geld kost. Neeskens. Overgenomen Cruijff. Is Haller kwijt. Haan. En dan is het Haan die een verdediger ten val brengt. En de vervuiler betaalt nog altijd. Dus de vrije schop is voor Juventus. Salvadori. Nog 6 à 7 minuten. Goed gedaan van Altafini. Marchetti is meegegaan. Altafini wil hem weer aanspelen. De Keizer loopt te appelleren. Hij krijgt de lengte niet. Ingooi Furino. Doelschop. Waarschijnlijk ook een kwestie van tekort aan conditie. Af en toe tamelijk felle acties en dan nemen 4, 5 man weer een blaasje.
Rep. Steeds iets dichter naar de cornervlag toe. En dan is het toch ingooien voor de Italianen. Helmut Haller. Overtreding was van Neeskens. Vrije schop is 15 meter aan buis genomen, maar goed. Altafini, knap onder controle gebracht. En goed afgespeeld. Furino. Corner gekopt. Daar is de corner, stuit de lucht in. Weliswaar kwijt, maar er is gefloten. Aanvallen van de keeper. Blijft het slotoffensief van de Italianen. Het is heel frappant hoe weinig die ploeg beweegt. Hoe weinig spitsen men naar voren stuurt. Rep. Basis van Krol. Neeskens keurig vrijgemaakt. En afgespeeld. En dat is jammer. Gerry Muren leek dicht bij een goal. En heeft er alleen een corner aan overgehouden. Daar komt hij voor. Daar gaat Huls op. En dan nu weer 70 meter terug. En daar is hij weer. Morini. Marchetti. Haller. Die gaat er voor het eerst. Hier is hij ook eens over de middenlijn. Daar spoetsen. Daar is hij opnieuw. Deze keer. Vallend binnengehouden. Goed werk. Zuurbeer. Vooral wat Krol dat deed. Maar het kan allemaal. Stuy. Longo Bocco gooit in. Capello. En het ziet er naar uit dat Ajax niet weer in gevaar zal komen. Met deze woorden kijkt Henk Terlinge angstig achterom. Maar u weet, hij heeft een rood-wit hart. Hij ziet het allemaal wat zorgvoller dan een commentator die min of meer neutraal moet blijven. Maar ik zeg u, Ajax komt niet meer serieus in gevaar. Tenzij deze wandeling van Stuy natuurlijk fout afloopt. Maar dat loopt hij dan niet.
achter geweest. Op mijn horloge is het nu vrijwel tijd. Maar er is even voor een blessure gestopt, onder andere van Neeskens. Dus laten we aannemen dat we nog een minuutje te gaan hebben. Nu maakt de scheidsrechter ook dat gebaar. En nu gaat dan de ploeg van Juventus, het is bijna komisch om te zien, heel massaal naar voren. Om van deze vrije schop van Marchetti te profiteren. Maar dat gebeurt niet. Blankenburg heeft gekopt. Salvadore. Nu staan er een man of zes buiten spel straks. Maar Haller heeft er zich goed mee bemoeid. Toch nog gevaarlijk. Weggekopt door Rep die bal. Allerlaatste pogingen. Marchetti mag nog een vrije schop nemen of niet meer. Ja. 60 seconden kunnen zeer lang duren. Nog een vrije schop. Nee, geen vrije schop meer. De scheidsrechter wil de bal in ontvangst nemen. Doet dat en dat betekent dat de partij ten einde is. Ajax heeft gewonnen. Ajax heeft met 1-0 gewonnen. En dat betekent dat de trilogie voltooid is. De trilogie ten bewijze dat Ajax 3 maal achtereen de Europa Cup heeft gewonnen. Een grandioos succes, behaald in een niet grandioze wedstrijd. Dat moet eerlijkheidshalve ook geconstateerd worden. Maar het is een feit dat Ajax weer duidelijk de beste is geweest in deze Europa-competitie. Vrije schoppen, 17 voor Juventus en 6 voor Ajax. En dan praten we alleen over de tweede helft. En corners, 1 voor Ajax en 2 voor Juventus. Ook dat in de tweede helft. Wel, de buit is dus binnen. U ziet de beker hier al staan. En dokter Artemi Franchi, de Italiaanse voorzitter van de Europese Voetbalunie, die heeft niet het geluk dat hij aan landgenoten de cup mag uitreiken. Hij zal dat aan Johan Cruijff moeten doen. Hier is de cup. Omringd door in nationaal kostuum uitgedoste Zuid-Slaven. Er is min of meer een carré is daar gevormd van hele kleurige doelen. En daar zullen de spelers dan straks langs moeten lopen. De Italianen zullen zeer bedroefd kijken, stel ik me voor. Zo bedroefd als een paard in de regen. En ze hebben dit niet gemaakt, ze hebben er ook inderdaad het elftal niet voor. Het elftal dat weinig zelfvertrouwen had en nog minder verband tussen de verschillende linies. Steeds uiteenviel in een aantal individueel tamelijk knappe spelers. Die overigens weinig overzicht in hun spel hadden. En die de combinatie nauwelijks konden vinden. Tegen dat Juventus. Ik stel me voor dat Ajax het tegen een ploeg als Budapest beslist moeilijker zou hebben gehad. En waarschijnlijk ook tegen Derby County. Tegen dat Juventus heeft Ajax vrij zorgvuldig, maar ook zeer voorzichtig geopereerd. Waardoor het niet een glanzende finale werd zoals vorig jaar tegen Inter. Maar waardoor het qua kijkspel allemaal wat aan de vlakke kant bleef. Ajax heeft wel verstandig gespeeld. Heeft nu, dus hier ziet u Krol in de shirts van Juventus spelers. De Ajax-side, Arie Haan daar. Nul zocht nog eens een eigen shirt, want dat heeft hij voor de Vietnamactie van Zwolle heeft hij dat beloofd, dus dat kan hij nu niet weggeven. En hier gaan de Ajax-spelers, omringd door fotografen en filmers,
op weg naar de Cup. Een derde, dit is Johnny Rep met Jan Mulder. Daar even links in uw beeld. Jan Mulder, die helaas nog steeds niet kan spelen, maar met wie je toch de goede kans zijn op te gaan. En nu is het wachten op de voorzitter van de UEFA. Of misschien bevindt hij zich al in die kring. Ik dacht het niet. Ajax, prima achtereenvolgens. En het is grandioos natuurlijk. Je had dat kunnen denken een paar jaar geleden nog. Grandioos. Drievoudig winnaar van de Europa Cup. Zuurbier, Stuy, Krol. Allemaal in de zwart-witte shirts van Juventus. Er waren wat overtredingen, er waren zelfs vrij veel overtredingen, maar het is toch geen onaangename wedstrijd geweest. Wel een wedstrijd waarin de Italianen zich van het begin af aan eigenlijk de mindere wisten. En zich ook als zodanig gedragen hebben. Dat is de Cup. Johan Cruijff tilt hem omhoog, toont hem aan het publiek. Ik zie daar tweede trainer Bobby Harms applaudisserend op de achtergrond. Dit is toch een zeer groots moment en hier Stefan Kovacs, de Roemeen, die over een paar weken teruggaat naar zijn vaderland. Hij is twee seizoenen bij Ajax geweest. Beide keren was Ajax de sterkste van Europa. Grandioos ook wat deze man, die kon bouwen op de basis die Rinus Michels had gelegd. Grandioos toch ook wat deze man met deze spelers heeft.